De stemmen zijn geteld. De feestvreugde en het verdriet hebben plaatsgemaakt voor de harde realiteit. Elke gemeente had zijn winnaars en verliezers. In Overbetuwe bleef het CDA de grootste, maar had GroenLinks twee zetels winst. Dorpslijst Druten won één zetel en kwam op vijf. En het CDA komt met één zetel in de raad. Beuningen nu en morgen verloor twee zetels, maar bleef wel de grootste, terwijl de SP twee zetels pakte en dus terug te vinden is in de raad. Kernachter Wiegen werd nog groter met 12 zetels en Wiegen Lokaal komt voor het eerst in de Wijchense Raad met 2 zetels. In Heumen verloren de Democraten 1 zetel en komt D66 en het CDA in de Raad. In Bergedal tenslotte werd het CDA nog groter met 4 zetels en komt Polderbreed voor het eerst in de Raad en wel met 3 zetels. Tijdens het bijna traditionele day-after-debat werd gisteren duidelijk dat de SP de grote vlieger is van de gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen. Waarin Beuningen de SP met twee zetels in de raad komt, verloor de Socialistische Partij in Nijmegen niet vier, maar vijf zetels. De definitieve uitslag in Nijmegen ziet er als volgt uit: GroenLinks heeft elf zetels, D66 heeft er zes, de SP heeft er vijf. De VVD heeft er vier, de Partij van de Arbeid, het CDA en de Nijmegense fractie allemaal drie. De Partij voor de Dieren heeft twee zetels en Gewoon Nijmegen 50 plus. En Nieuwkomer voor Nijmegen.nu hebben allemaal één zetel. Maandag beginnen de eerste gesprekken over de nieuw te vormen gemeenteraden.